Wil jij een plak cake? Ja. Om 16 minuten of 5. En dan vanavond zag ik in een keer op internet, helemaal vergeten, Homeland. Vind ik echt een van de beste series die ooit gemaakt zijn. En we zijn lekker op het tijdstip dat iedereen thuis nu aan de hapjes zit. Morgen gaan we witlof eten. Lekker, een soort snoever. Ja, dit is echt zo klaar. Ja. Goedemorgen. Deze vroege zaterdagochtend. Het is 4:15. Fruitpakket 3 staat al. Wij gaan deze Fruitpakket 3 kijken. En dan. Ja, dan gaat het wel even een paar uurtje duren voordat. de qualifying begint. 7 uur toch? Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne zaterdag. En een heel fijn weekend natuurlijk. Maar ik zie jullie gewoon later. En ik ga van de vrije training genieten. Fijne dag allemaal. En ja, we zijn niet gek. We zijn gewoon Formule 1 fan. Zo, Free Practice 3 zit er alweer op. Ze hebben weinig gereden, want het was nat. En de qualifier gaat op droog. Ze geven geen regen op voor de qualifier. Dus weinig actie op de baan. Ik ben net tegen Willem. Het is eigenlijk zonde om hiervan uit je bed te zijn gekomen. Maar ja, het zal dan dat gebeurt er wel wat. Max vierde tijd, Vettel reed net op het laatste snippertje nog even de snelste tijd. Maar ja, wij gaan hier nog een bakje koffie doen. Verder wakker worden. En dan over 50 minuten gaan we weer de voorbeschouwing beginnen van Sky Sports. Voor de qualify. Dus om nu nog naar je bed te gaan heb ik geen nut. Dus het is een heel kort nachtje. Wil jij een plak cake? Ja. Om maar 16 minuten of 5. Nou. Ik zie jullie denk ik nog even na de kwalificatie. En dan zien jullie me als het licht is. Nou, kwalificatie zit erop. Big crash van Bottas. Oh, je zal toch al met zo'n druk op je schouders het seizoen binnen zijn gegaan. Hij moet gaan presteren voor Mercedes dit jaar. En dan gewoon aan het begin van de kwalificatie 103 gewoon de muur in knallen. Auto natuurlijk totaal los. Echt balen voor die gozer. Nog meer druk op zijn schouders. Maar ja, Max start vanaf 4. Hamilton pole. Ja, die kon nog even zijn turbo knopje indrukken voor de qualify. Daar kon gewoon niemand tegenop. Ja, wij gaan hier verder met de rest van de dag. Een beetje, ik zeg net tegen Willem, echt breekt me toch wel op. Morgenochtend weer vroeg. Dus ik denk dat ik nog maar even terug lekker een paar uurtjes geslapen. Ik heb inmiddels ook nog een kolletje eronder aangetrokken. Ik kreeg het koud, omdat je gewoon moe bent natuurlijk. Koffie komt inmiddels mijn neus uit. Dus ik ga het gewoon eventjes terug mijn mandje in. Ik zie jullie later vandaag. Zo, ontwaakt uit bijslapen zeg maar. Lekker aangekleed. Gingen naar bed nadat we natuurlijk die free practice hadden gekeken. Dan lig je in bed. Wat lig je hier te doen? Wakker. Uiteindelijk toch in slaap gevallen. En lekker even een paar uurtjes bijgetankt. Het is tijd om nu lekker een bakje koffie te doen. En dan ga ik dadelijk lekker nog even een stukje met Chester naar buiten. Question of the day gaat macaroni worden. Dus dan gaan we zo meteen even de spulletjes verhalen. En dan gaan we lekker koken. En dan vanavond zag ik in een keer op internet, helemaal vergeten, Homeland. Vind ik echt een van de beste series die ooit gemaakt zijn. Die kijk ik echt al vanaf seizoen 1, vanaf 2011. En vanavond op NPO 3. De eerste aflevering van seizoen 7. Heel benieuwd waarin ze het op gaat nemen tegen de Amerikaanse president. Speelt zich af in de geheime dienst van de CIA. Ze heeft bij de CIA gezeten. En echt, het is ook een serie geweest waarvan ze in Amerika eigenlijk wilden dat hij van de buis gehaald werd. Omdat hij te realistisch was. Ik moet wel zeggen, dat waren de eerste seizoenen. Maar wil je nog een keer een goede serie zien, dan kan ik hem echt aanraden als je hem nog niet gezien hebt. Want het is echt een goede serie. Kijk hem dan wel vanaf seizoen 1. Want dan weet je precies hoe die opbouwt en wat er nu zeg maar gaande is. Als je er nu invalt, kan het ook een goede serie zijn. Maar dan snap je niet echt waar het over gaat. Maar ja, genoeg geklets. Willem gaat een bakje koffie zetten, zei je net. Daar ga ik lekker op wachten. En dan gaan we verder met de rest van de dag. You.
lekker vanmiddag op de computer bezig geweest. Ik heb een beetje videofilmpjes te kijken. Ik heb onderweg nu een boodschapjes te doen. Het is vanmiddag helemaal hier opgeklaard. Lekker het zonnetje buiten geweest. Weinig gedaan. Lekker lang uit. Goed ja. Ook al heb je dan toch een extra paar uurtjes geslapen. Je hebt toch nog steeds een beetje wolken in je hoofd, zeg maar, na een zulke korte nachtries. Maar nu onderweg onder spullen te halen voor de question of the day en voor morgen. Dus zie jullie zo! Aan de hapjes zit. Dus te sneller zijn we uit die eigen winkel. Op zaterdagmiddag boodschappen doen, dan word ik nooit van mij. Tot zo! Hebben ze weer een actie? Eén. Buiten binnen, lekker snel naar de winkel heen. Gordel, gordel. Ja. Zo, weer thuis. Je boodschappies. Nou, laten we toch ook maar lekker nemen. Ik heb er nog spulletjes voor liggen. Wat hebben we meegenomen? Melk. 4 Cola Light. Keukenrol. Een ruimige tafel aan het groen. Morgen gaan we witlof eten. 12 puntjes. Mandarijntjes. Benieuwd of ze dit keer wel opgaan. Want vorige keer wilden we Willem ze ook hebben. Even snel weghalen. Macaroni. Smeerkaas. Gehakt. Oude geraspte kaas. Gemalen kaas, hoe je het wil noemen. Afpakbroodjes, mix van macaroni en spaghetti, slaflinken voor bij de witlof, champignons en 2 fijne roerbakgroenten. Question of the day vanavond is macaroni en die gaan we nu opeten. Dat vinden we allebei zo lekker. Normaal gesproken eten we dat al in de auto, maar het zijn van die spekjes die uitgebakken zijn, zeg maar. Vroeger ging ik daar zakjes van halen bij de slager, zodat er ook echte slagers hadden zitten. Oh, lekker. Maar ja, ik ga de boel opruimen. Jullie zien ons straks. Ik ga naar de kokkerel gaan. En wat we ons net bedachten. Morgenochtend natuurlijk de race, Formule 1. Begint om 7 uur, voorbeschouwing om 6 uur. Maar de klok gaat natuurlijk vannacht een uur vooruit. Dus in plaats van dat het 4:15 de wekker gaat, gaat eigenlijk de wekker om 4:15. Blij dat ik vandaag nog een paar uurtjes bijgeslapen heb. Tot straks. Ik denk echt.
Jammer. Lekker en zo snel klaar. Nou, dit is echt zo klaar. Ja. Eet smakelijk! Eet smakelijk. Ik zou zeggen, bon appétit! En ik zit helemaal onder de tomatenketchup, want Willem maakte een blikje open. Vorige keer toen ik er eentje open maakte, zat het tot voorbij de eettafel. Puree. Wat zei ik dan? Hier zit geen ketchup. Oké, nou, tomatenpuree. Maar nu ben ik degene. Het zit op mijn blouse, het zit op mijn vest, het zit op mijn broek. Nou ja, morgen. Dus de wasmachine de eerste. Gaan we er nu niet omkleden. Zullen we hier nog even afsluiten van de vlog? We hebben heerlijk gegeten vanavond. Lekker relaxed. We hebben lekker de televisie zitten kijken. Ik heb Homeland gekeken. Echt wel een heerlijke serie. Het is nu tijd om naar ons bedje te gaan. We krijgen natuurlijk een kort nachtje. Want de klok gaat natuurlijk nog een uur vooruit. En de race begint om 7 uur. Dus voorbeschouwing 6 uur. Dus dat is 5:30. De wekker op zondagochtend. Maar dat kan de pret niet drukken. Dat doe je als Formule 1 fan. Dus we fingers crossed dat het goed gaat met Max. Dus het is snel op tijd. Tenminste, het is nu tijd om snel naar mijn mandje te gaan. Dus bij deze zeg ik fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet. En tot vlogs. Tot maandag. Fijne zondag allemaal.